meisjes natuurlijk. En meisjes natuurlijk. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb nu Snapchat aan jullie gegeven. En dat vind ik natuurlijk super leuk. Want ik krijg hier ook echt super lieve dingen binnen van jullie. Maar ik vind het wel niet zo leuk als jullie mij gaan bellen. Want dat moeten jullie wel niet doen via Snapchat. Want dan moet ik weer voor iedereen gaan bellen. En als ik dan voor één iemand een uitzondering maak, ga ik voor heel veel andere mensen een uitzondering maken. En daarom doe ik dat niet. Het is natuurlijk bijna zomervakantie. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we maar snel naar de video. Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we beginnen. Nou, ik heb natuurlijk heel veel dingen die ik wil gaan doen in de vakantie. En die ik heel graag wil bereiken in de vakantie. En ik zou ook wel heel graag willen weten wat jullie nou leuk vinden om met een vriendengroep te doen. Dus laat het weten in de reacties. Ik heb dus dit boekje gekocht en er staat: geniet van het moment, je leven is nu. En hij is super mooi. Ik weet sowieso dat ik al allemaal in de reacties krijg. Waar heb je dat boekje van? Maar dat beantwoord ik wel in de reacties. Ik heb dus een bucketlist voorzien voor de zomer. Maar ook echt voor de hele zomer. Niet alleen voor de zomervakantie, echt voor de hele zomer. Omdat ik best wel veel dingen heb. Want ik heb 25 dingen, dus dat is nogal wat. En dat heb ik in dit boekje geschreven. En dat heet dus een scrapbook. En allemaal bonnetjes die ik ga kopen. Allemaal dingetjes die ik ga kopen, daar een bonnetje van, die ga ik hierin plakken. En allemaal leuke dingetjes, maar dat zien we wel bij de andere video's. Als jullie hier nog een serie van willen, dus zeg maar dat er meerdere video's hiervan komen, dus dat het een serie wordt, laat het ook weten in de reacties. Maar laten we maar snel gaan naar mijn bucketlist. Dit is mijn bucketlist. 1. Een scrapbook voor de zomer. Dus wat ik net heb verteld, mijn boekje. 2. Kamer zomerproef maken, dus dat ik alles ga uitmesten en dat ik allemaal dingen die ik niet meer nodig heb weggooien. Allemaal schoolboeken, want dat heb je natuurlijk helemaal niet nodig in de zomer. In de zomer moet je genieten van het lekker weer en niet lessen. Dus dan ga ik hem lekker zomerproef maken en ook mijn kamer een beetje veranderen. Dus ja. 3. Een verwenddag voor mezelf. Dit allemaal met lekkere maskertjes en een bad en lekkere crèmpjes opdoen. 4. Een zomertattoo laten zetten van Hanna. Eigenlijk wil ik al heel lang een tattoo laten zetten van Hanna. En ik had zoiets van, ja, in de zomer, dan ziet dat er ook wel heel mooi uit. Want dan heb je blote benen, blote armen. Dus het zou me wel heel mooi lijken. Laat weten in de reacties wat jij mooi of lekker vindt voor mijn handen tattoo. Ik vind op mijn handen wel heel mooi. Maar ik vind op de schouder, lijkt me ook wel mooi. Maar vooral op mijn handen zou ik het willen. 5. Iets kopen wat ik echt nooit zou doen. Dus wat ik echt nooit zou kopen. Weet ik veel wat het is. Bijvoorbeeld ronde voeren. Dat ga ik dan al weten of zo. Weet ik veel. 6. Picknicken op een plek waar je niet verwacht. Zoals op een naaktstrand of zoiets. Maar ik ga niet naar een naaktstrand om daar te picknicken. Want dan ga ik gewoon iedere keer zo met het boekje. Want dat durf ik echt niet. Dat zie ik allemaal mannen met een en vrouwen. 7. Enkelbandjes maken, dus een soort van knutseldag, knutselnamiddag. Eigenlijk heb ik knutselnamiddag wel heel vaak, maar hier zo enkelbandjes vind ik wel heel mooi in de zomer staan, vooral als je ook wat lekker bruin bent. 8. CWO 1 niveau halen voor zeilen, want vorige keer had ik het niet gehaald. Maar ik ga dit jaar weer op kamp. Dus dan hoop ik dat ik ook het CWO 1 niveau haal. 9. Iedere dag minstens 1 foto maken. Dus het maakt niet uit of het selfie is of zo. Maar gewoon 1 foto maken en dat dan op Snapchat zetten of op Instagram, Facebook. 10. Een dag zonder mobiel. Een dag is zonder tablet, computer, telefoon, joepie. Kijk, het is gewoon zo. Ik wil het heel graag een keer proberen. Niet dat het me gaat lukken, maar ik vind het gewoon leuk om een keer te gaan proberen. 11. Naar een gratis concert gaan of een gratis festival. Want ja, ik hou wel van festivals of van concerten. Slow down, brother. Slow down.
wel een uurtje een t-shirt met Free Hugs dragen. Dus dat ik het dan in romantie ga dragen en dan Free Hugs. En dan vraag ik gewoon, hey, wilt u een gratis knuffel van mij? Dus dat lijkt me ook wel heel cool. 13. Vijf dingen eten die ik nog nooit heb gegeten. Ik heb bijvoorbeeld citroen nog nooit gegeten. En ja, dat lijkt me gewoon ook heel cool om vijf dingen te gaan eten die ik nog nooit heb gegeten. 14. Complimentjes geven aan vreemde mensen. Dus bijvoorbeeld aan een vrouw die op straat zit lopen met een mooie rok. Dan zeggen we, oh, u heeft een mooie rok aan. Dus ik doe het wel vaker hoor. Maar dan wel echt heel vaak. 15. Een zomerlijst op Spotify maken. Dus dat ik gewoon lekkere muziek heb die ik leuk vind om in de zomer te luisteren. En 16. Veel gaan zwemmen natuurlijk. Want daar hou ik echt het meeste van in de zomer. 17. Mijn kanaal laten groeien. Ik zou het heel graag op 14 augustus willen. Dus dat het dan, ja, 5000 abonnees haalt. Ik weet, het is misschien heel raar en het gaat waarschijnlijk ook niet lukken. Maar ja, iedereen mag dromen. Dus daarom. 18 softbox kopen, want ja, het licht, hè. Geweldig is het licht. 19, een goede daad doen voor meerdere mensen. Dus bijvoorbeeld voor oudere mensen of voor mensen die ik gewoon niet ken. Helpen met boodschappen doen of weet ik veel wat. Gewoon lekker een goede daad te doen. Met een goede daad voel je ook beter als je dat gaat uitvoeren. 20, een movie dag, Netflix dag. Want ja, hè? Je snapt wel wat ik bedoel. 21, gaan kanoën. Kanoën lijkt me best wel cool, want het is in zo'n bootje, maar het is wel wat heel wat anders dan een zeilboot. Dus je lijkt nu gelijk met mijn moeder en met mijn zus of mijn papa. Maakt niet uit. 22, met de trein gaan. Ik ga binnenkort op kamp, dus dat kan ik dan gelukkig afstrepen. Want we gaan dan met de trein en ik ben ook nooit met de trein geweest. Ik weet, het is zo raar. Misschien een keer toen ik vroeger ben, maar toen ik vroeger ben, toen ik klein was. Nee, mijn moeder schudt nu al achter de camera, nee. Dus het lijkt me echt zo cool als ik een keer met de trein gegaan. Maar dat komt binnenkort uit, want ik ga op kamp. 23 bomen gaan beklimmen. Dus lekker in bomen en natuurlijk zo hoog mogelijk, want dat is niet zo'n wens. En 24 flessenpost. Dit zie je altijd in van die films en van Pirates of the Caribbean volgens mij ook. En Lord of the Rings. En ik vind het gewoon zo cool. Want flessenpost, dat is echt zoiets voor in een film. En mijn leven is eigenlijk al sprookjesachtig. Nou, met flessenpost komt het al helemaal goed. Last but not least. 25. En als laatste natuurlijk. Een geweldige zomer hebben. Want dat is natuurlijk de wens van iedereen. Dan is de video eigenlijk alweer afgelopen. Dat ging snel, vond ik. Mijn moeder achter de camera schudt nu helemaal niet door. Maar vond je deze video nou wel leuk? Geef dan wel een duimpje omhoog. En laat in de reacties weten of je wilt dat ik hier een serie maak. Of wat jij heel graag zou willen doen in de zomer binnen een vriendengroep. Dus stuur dan vast een duimpje omhoog. Abonneren, reageren en dan zie ik jullie tot de volgende keer. Doeg! Veel kusjes van mij. Van Emma. Doei, love you baby. Doei!